Henk ten Kaat, die was trainer bij 20 verschillende clubs, waaronder Ajax en Sparta. En hij assisteerde Frenk Rijkaard bij FC Barcelona, waar hij samenwerkte met Lionel Messi en Ronaldinho. Maar onlangs maakte hij een bijzondere carrière-switch. Hij staat niet meer langs de lijn, maar acteert de sterren van de hemel in de keiharde en bloedspannende misdaadserie Sleepers. Een collega van je is bij me geweest. Die Tariq. Dit voelt helemaal niet goed. Er is 100% verband. Diana redt Sam, Rob van den Broek. En Martin is een speel in dit alles. Wat stel je voor dan? Observeer. Weet je zeker dat je dit gaat doen? Want dan krijgen we een probleem met elkaar. Oh ja. Martin, ik heb jou nodig nu. Zonder jouw hulp gaan er dooien vallen. En heel veel ook. Dus we gaan hem zo meteen even wegwerken. En hoe gaan we hier een gat graven? Ga je dat met het lulletje van je doen? Jongen, ik heb Hans Kassan gebeld. Die komt met zijn moeder een gat toveren. Goed, hè? Jij wil de hele waarheid weten. Maar ik wil laten naaien, ga ik naar de hoer, hoor. Nou, deze serie is keihard. Zo hard dat Angela niet eens durft te kijken. Kende jij de serie al heen voordat je erbij betrokken was? Ja, wel. Ik kende de serie zeker. Wat ik al zei, in de winter in Spanje is het 's avonds koud. Dus ben je niet buiten. Ja. Dus dan mijn vrouw en ik kijken dan of naar Netflix of series of wat dan ook. Ja. Dat was een van de series die we keken. En waarvan we tegen elkaar zeiden van, goh, wat is dat een goede serie. Vervolgens ben ik in Nederland 2 weken later. En ik krijg een bericht van Sarah Holzheimer van Fremantle Productions. Of ik eventueel geïnteresseerd was in een rol in die serie. Nou. Nee, ik dacht gelijk aan Frans Bauer. Ja, ik denk dat... Ik word gefopt? Ja, zoiets eigenlijk. Dus ik heb niet gereageerd. Gewoon niks. En 2 weken daarna kreeg ik weer een berichtje van, goh, heb je mijn bericht ontvangen en zou je misschien eventueel geïnteresseerd zijn om. De aanhoudende Frans Bauer. En daar heb ik ook niet op gereageerd. Nee. Vervolgens 2 dagen later belde zij mij. Zij zei, goh, is het misschien leuk als ik Robert Hoog een keer bij je langstuur thuis om over de serie te praten. Toen dacht ik, nou, volgens mij is het nu al echt. En toen is hij bij me thuis langsgekomen. En hij vertelde dus dat hij mij gezien had bij Rondo. Ja. En zij waren nog op zoek naar iemand die dat personage zou kunnen spelen. En hij zag mij daar bij Rondo zitten. En hij dacht, goh, daar zit Jan Willem. Wat grappig, je bent echt gewoon gescout. Nou ja, zoiets, ja. En uiteindelijk ben ik op een dag een soort van proefopname gedaan in de studio's daar. Ja? Ja, en na 2 minuten hadden ze het al gezien. Zeiden ze, nou, dit is wel oké, dus wil je het doen? Dus zei ik ook, nou ja, goed. Hè? Zo is het gegaan. Had je ooit eerder geacteerd? Nou, ik heb in een kinderserie heb ik een keer een ochtend met... Ja, dat ging over... In Freudes naam was dat. Dat was een kinderserie. Ik speelde daarin een conciërge die bij de schoolpsychologen af en toe langskwam. En dan werden er problemen die kinderen hadden, werden aan mij voorgehouden. En ik gaf daar dan op mijn manier antwoord op. Dus het was leuk om te doen, overigens, met Olga Zuiderhoek. Mm. En... Alleen, ik heb daar nooit iemand gezien behalve Olga. Ik heb daar nooit een van die kinderen gezien, want het wordt geplakt, geknipt en gedaan. Ja, ja. Dus als ik tegen een kind aan het praten was, dan moest ik zeggen, oké, die paal daar staat ze ongeveer. Dus dan sprak ik tegen die paal. Ja. Dit is heel anders, dit is heel echt. En ik ben geen acteur, laten we wel wijzen, dat ben ik niet. Nou ja, jij zegt dat wel, maar ik vind toch, laten we even kijken. Hè, want jij speelde zo'n Jan Willem, zegt dat. Dat is een medewerker van de criminele inlichtingeneenheid. En ik vind het toch vrij serieus overkomen. Doe even normaal, hé. Wat nou, doe even normaal? Jij komt hier binnen kakken met een of ander jankverhaal en dan verwacht je dat wij je bescherming geven. Ik wil weten of ik veilig ben. En als ik er niet ben, wil ik het graag worden. Dan heb ik jullie hulp bij nodig. Oh ja, we gaan op die tour. De ratten verlaten het zinkende schip. Vader Gluipert. Nee. Ik ken een corrupte collega van jullie, een rechercheur. Heb je bewijs? Ik heb geen fysiek bewijs. Maar hij liet mij tijdens een verhoor van een cliënt een briefje zien waarop hij mij vroeg naar een andere cliënt. En die andere cliënt van mij... Sorry hoor, maar ik krijg zo'n pijn in mijn kut van dit wel. Dat zijn stevige teksten ook. Ja, die komt niet uit mijn koker. Hij krijgt wel dat script. Pijn. Jawel. Nee, maar als je dus het personage... Je leest het personage en... Hij is wel een beetje zoals ik ook ben. Heel
heel direct. En ook tijdens mijn carrière stond ik erom bekend dat ik heel direct was. Ook richting de pers. Het werd me niet altijd in dank afgenomen. Maar het is een ruwe bos, een blanke pity man. En, ja. Maar het klopt wel bij jou. Jij kijkt de serie. Ja, dit is zo'n goede serie. Ik kreeg de tip van iemand. Mijn schoondochter zei, die moet je zien. Sleepers. En we zijn hem vorige week vrijdag begonnen. Ja? Ik ben nu al bij zover dat er geen nieuwe afleveringen meer zijn. Ja, ja. Dus dat is om 11:15 bij ons nog eentje. Dus alle series van Henk. Die zo, en op een gegeven moment zie ik hem. Ik denk, hey, is dat nou Henk ten Kate? Was een beetje een ver beeld. Ja, ja. Ik denk, hey, nee, dat kan niet. Er zal wel iemand zijn die moet blijken. Want toen kwam het zo close. Ik denk, verdomme, het is het. Maar het is zo'n, het zit zo goed in elkaar. Het is gewoon niet even een, het is een misdaadserie. Maar in Amerika maken ze ook zo. Ja, het is af en toe wel een beetje eng. We hebben af en toe fragmenten, dan gebeurt er iets met een vinger. Ik zal het voor de rest niet vertellen. Okay. Maar dan zitten mijn vrouw en ik echt zo. En dan moet ik zeggen of het al voorbij is. Oh, ja. En de hond kijkt ook weg. Ja. En dat duurt maar echt 30 seconden. Maar het zit zo goed in elkaar. Ja. Nee, dit is echt een. Ik weet dat je een beetje bang bent voor die scènes. Gewoon even met de krant zo. Maar het is echt een fantastische. Er zit een fantastische cast in. Ja. En zeker. Die hebben me zo erg geholpen. Want voor mij is alles nieuw. Ja. En op een gegeven moment. Je speelt meteen met Gijs Scholten van afstand. Nee, maar echt. Het is echt bijzonder. Nou, en natuurlijk Robert die dat allemaal. Ik weet niet hoeveel gouden kalveren winnaars zitten daarbij. Ja. Ja. Dus het is echt heel erg goed. Ik denk ook een hele dure productie. Maar ja, ik zit erin. Hallo, loop. Ja, dat is ook een patiënt. Maar, Robert wil trouwens even iets tegen jou zeggen. Oh, oké. Goedenavond Henk, dit is Robert. Ik heb even een videootje voor je gemaakt, want ik weet dat je vanavond bij Renze zit. En ik wilde even tegen je zeggen dat ik me ongelooflijk vereerd voel dat jij in Sleepers speelt. Je hebt het heel goed gedaan, je krijgt alleen maar lovende recensies. Iedereen loopt met je weg, dus wellicht ligt er een hele grote acteercarrière voor je in het verschiet. Je bent een hele bijzondere man. Het is misschien ook wel goed om tegen iedereen te zeggen, je hebt je hele fee die je met Sleepers hebt verdiend gedoneerd aan een goed doel. Dus je bent echt een goed mens, een goede acteur, leuk om mee te werken. En ik hoop ook dat je heel erg trots bent op jezelf, want je speelt de rol in Sleepers fantastisch. Heb een goede avond, we zien elkaar snel. Mazzel. Wel het leukste. Mooi zeg. Aardig toch? Ja. Jawel, hij is natuurlijk fantastisch. En ik heb heel veel steun aan hem gehad. Hij is bij heel veel draaidagen aanwezig geweest, omdat hij medeproducent is. Ja. En zeker in het begin, als je dus gevraagd wordt om te acteren, en dat hij mij af en toe toesprak, blijf nou heel dicht bij jezelf. Oh ja. We hebben je gekozen voor jou. Dus ga niet een rol spelen dat je jezelf in een of andere rol drukt. Nee, jij moet Henk zijn. Nou ja, maar dan kom je ook, als ik hier zo naar kijk, dat maakt natuurlijk geloofwaardig ook. Nou goed, maar als je dus. Ik had geen enkele ervaring in acteren. Maar als je dan ziet hoe al die mensen je opvangen en hoe ze met je bezig zijn om het goed te krijgen natuurlijk. Ja, ja. Het is een beetje te vergelijken met een teamcoach, hè? Want je werkt daar met heel veel mensen. En je moet uiteindelijk tot één prestatie komen. Mm-hmm. En dat is wel heel erg goed. Ja.